Hoi, dit is het Kidsweekjournaal van vrijdag 21 november. Met een Koreaans record en een kangoeroe op de vlucht. Maar we beginnen met zware regenbuien. Opnieuw zijn er zware stormen in Australië. In het oosten van het land staan veel straten blank. Rivieren stroomden over en al het regenwater kan niet meer weglopen. Met de auto door de straten rijden kan niet meer. Je kan er wel met een bootje doorheen varen. There was just a loud rushing wind sound and then the house was shook and it was all over. We raced downstairs and we found a roof sitting in our backyard. Op veel plaatsen viel de elektriciteit uit. Eerder deze maand werd het gebied Queensland ook al getroffen door zware stormen. Ze lieten een spoor van vernieling achter. In Zuid-Korea is een bijzonder record gevestigd. Daar werden 58.000 kimchi's gemaakt. Kimchi is een traditioneel Koreaans gerecht. Het is een kool gevuld met rode peper, knoflook, radijs en andere groenten. Koreanen zijn er dol op. Kimjang Dangguk-ie 대규모 행사로서 배추 5만 8천 포기에 한국 기록에 도전하는 취지로 행사를 열게 되었습니다. De kimchi's worden weggegeven aan arme mensen. De recordpoging lukte. Nog nooit werden er op de wereld tegelijkertijd zoveel kimchi's klaargemaakt. Een 6 maanden oude kangoeroe koos het hazenpad. Het dier vluchtte op een parkeerplaats uit een busje waarmee het naar een dierentuin werd gebracht. De kangoeroe werd van Nederland naar een dierentuin in Tsjechië vervoerd. In Duitsland kreeg het dier wat te eten, maar de kangoeroe schrok van een toeterende auto en sprong uit het busje. 12 politieagenten hielpen mee om de kangoeroe te vangen. Dat lukte uiteindelijk na 2 uur. Toen de kangoeroe weer rustig was, ging de reis weer verder. En dan het weer. Veel wind, grote kans op regen, hagel en natte sneeuw. Het is 7 graden. Gelukkig kan de zon er ook nog tussendoor komen. Morgen opnieuw kans op regen en wordt het ook 7 graden. Dit was het voor vandaag. Kijk hieronder voor meer info over het nieuws. Maandag zijn we er weer. Tot dan!